Rudisa schenkt motorfietsen en containers aan Juspol. Het ministerie van Justitie en Politie heeft 10 motorfietsen en 8 containers, de zogenaamde pre-camp housing, als schenking van Rudisa Group of Companies ontvangen. De overdracht van de goederen heeft op donderdag 12 maart 2020 bij Rudisa Motors aan de Hofstede Krullaan plaatsgevonden. De schenking is ten behoeve van het Korps Politie Suriname. De containers zullen gebruikt worden om politiehulpposten neer te zetten op strategische plekken in vooral uitgestrekte gebieden waar er weinig politiebureaus voorkomen. Het volledig bericht kunt u lezen op www.deboodschap.today. www.deboodschap.today.